Succes, Vee. Ja, jij ook. Oh nee, jij geen succes. Oké. Is goed. Oké. Is goed. Komt. Dat is een beetje sportiviteit. Oh, sorry, ook, maar, sorry. Oké, ja. Wordt niet gewaardeerd. Hoi, ik ben Sophia en vandaag hebben we weer een nieuwe Trek de Trek voor jou klaarstaan. En vandaag is ook meteen de allermooiste dag voor Joey en Vee. Ja, zeker weten. Oh, wat zien jullie er leuk uit. Nou, dankjewel. Echt heel leuk. Ja, dankjewel. Zijn jullie een beetje klaar om tegen elkaar te strijden? Zeker. Helemaal 100%. Ja? Helemaal niet bang of zo? Nee. Nee? Nee. Oké, we zullen komt zien. Goed. We gaan naar ronde 1. Ronde 1 is Trek de Artiest. Ik heb hier een hele mooie bak met allerlei gele balletjes. En daarin staat een naam van een artiest. En ik wil graag een nummer weten van gewoon letterlijk die artiest. Oké. Okay. Dus het is niet heel moeilijk. Je moet wel even nadenken. Dat wel. Even denken. Komt goed. Ja. Oké. Het eerste balletje heb ik al in mijn handen. En die maak ik nu open voor jullie. En dan zie ik Snelle op het... Oh. Ja. Schuur? Het schuur toch? Ah, bijna. Het schuurtje. Ja. In de schuur. Ja, in de schuur. Top. In de schuur. 1 punt voor Joey. We gaan door naar het volgende balletje. Oh, Tino Martin. Dat weet ik eigenlijk niet. Tino. Van, mannen, chaka, ik heb er wel een money in mijn zakken. Ja! Maar dat maakt niet uit. Maar hoe heet het nu weer? Zij weet het. Ja, ja, top. Ja. 2 punten voor Joey. Anders heb ik dit weer niet. Ja, dit gaat, ja. Niet, dit gaat niet goed, oh, jongens. Oh nee, Vee, maar je kan hem nog inhouden. Ja. Ja, we gaan gewoon door, jongens. We gaan door naar het volgende balletje. Komt-ie. Dit weet je wel. Oh. Dua Lipa. One kiss is all it takes. All in, Je zei het letterlijk. One kiss? Ja, top. Kijk. Ik had een genie in mijn hoofd. Die van, tell me how I go. Ja, helemaal leuk, maar ik heb hier niks aan, want zij heeft toch echt heel gedrukt. Ja. We gaan door naar het volgende balletje. Godverdikkie. Oh, leuk. Maan. Oh ja, blijf slapen met Nelle en Maan, toch? Ja, blijf slapen. Ja, Joost. Ik ga naar een concert van haar, hoor. Ga je naar een concert van haar? Ja, oktober. Ben je fan van Maan? Ja, wel een beetje. Ik vind het wel echt leuk muziek. Ja? En jij, Joey, ben je ook fan van Maan? Ja, ik weet niet. Vroeger vond ik haar altijd wel leuk, maar ik weet niet. Door de jaren heen of zo, weet niet. Ze is wel weer een beetje veranderd. Ja. Ja. Ze is heel erg veranderd. Ja. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen dat haar nieuwe stijl, bijvoorbeeld rondjes van de zaak of zo, ja. Dat is wel een vet nummer, hoor. Ja, zeker. Ja, heel vet. Nou, we gaan door naar het laatste balletje. Ook even een moeilijke, helemaal onderin. Oh, helemaal onderin. Misschien staat er wel een naam op waarvan jullie denken, huh? Daar komt hij, hoor. Oh, heel easy. Kris Kross Amsterdam. Vluchtstrook. Ja, top! Vluchtstrook. 130 op de vluchtstrook. Nou, Joey, jij hebt deze ronde gewonnen. Hatsa! Oh. Maar Vee, we gaan door naar ronde 2 en jij kan hem sowieso nog inhalen. Volbak. Kris Kross Amsterdam was je favoriet. Ja, ik wou net zeggen, Kris Kross echt mijn artiest. Echt mijn artiest gewoon. Nou, je moet even. Ah, hij drukt het te snel. We gaan door naar ronde 2. Ronde 2, Trek de Facts. Oftewel de quiz die we normaal in de show doen. 3 vragen, 10 seconden tijd om even lekker na te denken. En de laatste vraag is 2 punten waard. Let goed op. Stel het maar 1 keer. Vraag 1. Op welk waddeneiland vindt ieder jaar het festival Oerol plaats? Huh? Ja. Vee, die kijkt me gaaf van. Oké. Is dat A, Ameland? Is dat B, Terschelling? Of is het C, Vlieland? Waar of waar vindt het plaats? Dit wordt een complete gok. Dit is een gokje. Ja. Oh, dat gokje wil ik toch echt binnen 3 seconden hebben. 3, 2, 1. Stop met swipen, laat maar zien. B, C. Oh, spannend. En dan is het A. Ja, dan is het A, dat zie je. Het juiste antwoord is... Haha, B. Ik weet niet welk land, maar ik voelde hem. Ja. Vraag 2. Wat is de tweede voornaam van Fleming? Is dat A, Brian? Wacht. Is dat... Nee, je gaat toch echt door. Sorry. Is dat B, Freddy? Of is het C, John? Van Fleming, hè? Fleming, ja. Ik kan jou vertellen dat het anders kan. Hij. Oké, ik heb mijn antwoord. Ik denk Ja. Nou, laat maar zien. B, A. Jullie zijn wel... Ik zat een beetje met die Fleming, met dat F'je. Ik zat ze ervoor te zetten en ik dacht nee, A klopt in mijn hoofd. Ik moet vertellen dat Joey gelijk had. Ja. Ja. Beetje nadenken. Fleming, Freddy.
heet die. Hartstikke idee. We gaan door naar de laatste vraag en die is lekker 2 punten waard. Dus Vee, jij kan nog... nog mijn voorstand. Joey, helemaal afmaken. Ja. Let's go. Vraag 3. In juli trad Taylor Swift op in Nederland. Maar op welke locatie? Oh. Is dat A, Johan Cruijff Arena in Amsterdam? Is dat B, Gelderdoom in Arnhem? Of is het C, Ahoy in Rotterdam? Oeh, waar oh waar was de Taylor Swift party gaande? Lastig. Oké, ik denk dat ik het ben. Ja? Ik denk niet, ja. Oké. Laat maar zien. A, A. Oeh! Allebei A? Ja. Oh, oh. Oh. Ja, en dan kan jullie vertellen, jullie hebben het allebei goed. Hartstikke idee. Ja, ja, jawel, ja. In de Johan Cruijff Arena. Ja. Volgens mij trouwens ook niet 1 keer, maar 2 keer. Ja, volgens mij ook. Ja. Het is 6-5 voor Joey. Ik vind dat ik het nog best goed doe, hoor. Ja, ik vond het gewoon in mijn nektuig, hoor. Je doet het goed. Ik heb slechter gedacht. Ja, we gaan door naar de volgende ronde. Volgende ronde is Trek de Trek. Ik trek zo meteen letterlijk een trek en ik wil van jullie weten, oh, van wie is die nou? Oh, van welke artiest? Weet je het? Druk op de knop, want anders telt jouw punt niet. We gaan beginnen. Hier komt het eerste balletje. Succes, Vee. Ja, ja. Oh nee, ja, geen succes. Oké. Is goed. Oké. Okay. Is goed. Komt. Dat is een beetje sportiviteit. Oh, sorry, maar, sorry. Oké, okay, ja. Wordt niet gewaardeerd. Oh, Lush Life. Ja, deze weet ik. Nou, vertel. Sarah Larsson. Dat klopt. Alleen maar day as if there was the last. Alleen maar day as if there was the last. Ja, maar dat hebben we ook een keer op TikTok gedaan. Ja, ik moet het weten. Ja, maar dan moet je mijn naam weten. Oké, okay, nou, we gaan door naar het volgende balletje. Last Friday Night. Is het? Ja. Katy Perry. Ja! Ja! Yes! Oh, lekker! Van shit, Katy Perry. Oh, ook, ja. Katy Perry. We gaan door naar het volgende balletje. Okay, ja. Vee, je bent lekker op dreef nu. Top. Hey. Volgende. Oh, maar dit is leuk. Ik ga zwemmen. Ja. Mart Hoogkamer. Ja, dat klopt. Ze. Ja, ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Een echte tijger is niet de tijger. Weet je wat ik heel grappig vind? Is dat iedereen echt het eerste stukje gewoon normaal zingt, zeg maar. En als het woord tijger komt, zeggen ze tijger. Ja. Echt zo grappig. Zo grappig. Maar je hebt het goed. Ja. Mart Hoogkamer. Volgende balletje. Zijn jullie ready? Ja. Zeker weten. Oh, leuk. Entourage. Ja. No. Bankzitters. Ja, ik ben klopt. Entourage spent me salaris. Oh, is zo makkelijk. Ja, is zo nou, we doen de laatste maar voor de fun. Stumbling in. Oh, oh, ik zeg wel heel leuk dit. Ik weet wel welk nummer het is, maar ik weet even niet de artiest. Nee, maar ik wil toch echt. Ik vind het leuk dat je het nummer kent, maar ik wil toch echt de naam van de artiest weten. Nee, ik weet het niet. Nee? Nee. En dan ga je hem toch echt resetten. Misschien dat jij op de knop kan drukken. Ja, nee, ik weet hem echt niet. Ja, het... Nee? Nee. Ja, ik weet precies hoe het liedje gaat, maar... Serena. Het lijkt heel goed op het woord kristal, toch? Of niet? Ja, ik ga hem toch stoppen, jongens. Het heet... Hij heet... Tenminste, hij heet Surreal. 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 Ja. Oi, 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 oi. Ja, dat is dat liedje van... All love is a lie. Oh. Dun, 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 dun. Ja. En so we begin. Ja. Ja. Joey, je hebt nog steeds gewonnen! Ja, zeker weten. En je hebt niet alleen maar gewonnen ronde 3, maar alle rondes letterlijk. Dus bij deze ben jij de winnaar van Trek de Trek. Yes! En ik heb iets leuks voor jou. Oh, leuk. Oh, leuk. Ja, echte Kidstop 20 chocolade. Ja, wat lekker. Ja, ben ik, hè? Ja, ja, echt wel. Kijk, maar ik heb ook eentje voor jou, Vee. Omdat ik weet dat je toch goed je best gedaan. Ik heb echt mijn best gedaan. Dus ik heb ook echt eentje voor jou. Kijk eens. Oh, wat superleuk. Oh. Dankjewel. Deze is voor vandaag wel op, hoor. Ja? Sowieso. Dit was de video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe een blauw duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal. En ja, de volgende keer zit ik hier met andere artiesten. Maar voor nu, tjallas. Bye-bye. Doei.